Samen met zijn vrouw en twee kinderen stond Harald Bouwman tijdens de speciale raadsvergadering in het middelpunt van de belangstelling. In het publiek zijn vrienden en familie, politici uit andere Flevolandse gemeenten en ook de twee voorgangers van Bouwman waren aanwezig. Er waren verschillende speeches, moesten officiële plichtplegingen gedaan worden en uit handen van interim-burgemeester Henk Tiesinga kreeg Bouwman de ambtsketen omgehangen. Daarna volgde een receptie met heel veel handen schudden. Nou, u zult zich absoluut niet verbazen als ik u vertel dat ik een paar uitnodigingen heb gekregen. Uitnodigingen om in de dorpen langs te komen of bij verenigingen. Nou, dat is ook precies wat ik graag wil. Hè. Dus ik ga alle inwoners en alle organisaties ook vooral uitdagen om mij eens te laten zien waarvan zij denken dat het belangrijk is om te weten. Dat ga ik in de komende periode doen. Dat heet een 100 dagen programma. Daar zijn we heel druk mee bezig. En eigenlijk is dat vandaag begonnen, want iedereen die mij de hand schudde wilde mij ook iets vertellen. En dat is top. De afgelopen week is Bouwman, die wethouder was in het Groningse Eemsmond, al regelmatig op bezoek geweest in de Noordoostpolder. Dat deed hij zonder al te veel op te willen vallen. Als je al iets doet, dan moet dat onder de waterspiegel. En als er één plek in dit land is waar dat kan, dan is het wel hier in de polder. Dus ik ben onder de waterspiegel aan het verkennen geweest. En officieel vooral niet, want ik vind dat ik mijn voorganger niet voor de voeten moet lopen. En Henk Tiesinga heeft op een geweldige manier waarnemend burgemeesterschap mogen dragen. De nieuwe burgemeester heeft zijn tijd in de Noordoostpolder onder andere gebruikt voor een zoektocht naar een huis. Nou, op zich kan ik een positief resultaat melden. Dat betekent dat we zijn op dit ogenblik samen met een aannemer een woning aan het bouwen. En wij hopen dat die aannemer gestand doet wat hij ook tegen ons heeft gezegd. Namelijk, voor de bouwvak moet de woning worden opgeleverd. Genoten vanavond? Het is een prachtige avond en ik denk dat ik nog veel meer moet gaan genieten van die dagen die voor me liggen. En wat dat betreft kijk ik daar naar uit.